Welkom, één voor één. We zijn weer in gesprek met Jolande aan de Steggen over literatuur en taal. Aan tafel zit ons tweede vaste gast. Nou, drie vaste gasten hebben we. Naast Arjan, die is al geweest, Jolande aan de Steggen. En jij brengt altijd een onderwerp mee over boeken, literatuur, taal. En vandaag heb je een gast meegenomen. Ja, eigenlijk iedereen die uit Soest komt, die kent haar. Want als je maar een beetje van lezen houdt, dan heb je haar ontmoet. Ergens bij alle haar activiteiten. Dus graag aan jou. Dan kan je niet om Therese Nelissen heen, nee. Toch? Nee, zeker niet. Maar zij komt zo aan de beurt. Ik wil eerst jullie allebei een vraag stellen. Want vandaag ga ik het hebben over lezen en schrijven. Komt straks aan, maar eerst over lezen. Van digitaal of van papier. Wat doe jij? Lees jij digitaal of lees jij uit boeken en kranten, van papier? Allebei. Allebei? Ja, hangt van het moment af en waar ik ben. Dus ik hou heel erg van het lezen voor het slapen gaan. En dat doe ik dan digitaal. Dat is heel rustig en dan kan ik dat heel goed opnemen. Soms vind ik het heerlijk echt een boek in mijn handen te hebben. Dat wil ik dan ook. En gek genoeg lukt dat het inderdaad, zoals vaak mensen zeggen, het best op vakantie. Dan is er toch iets van rust en zo. Maar er ligt nog heel stapel klaar om te lezen. En dat geldt voor kranten ook. Wij willen echt thuis ook nog een fysieke krant. Lekker, doorbladen. Maar jij leest ook heel veel digitaal. Oké. En jij, Sean? Ik doe de kranten, het nieuws, voornamelijk digitaal. Maar boeken, ja, die moet ik vast hebben. Lees jij boeken? Ja. Ja? Je vraagt het heel verwonderlijk. Nee. Lees jij boeken? Sorry. Ja, je hebt hele dunne. Maar ik zal heel eerlijk zijn. Want ik bedoelde het niet zo. Ik ben pas een actief lezer geworden. Ik denk de afgelopen 5-6 jaar pas. Oh. Voor die tijd was ik echt een slechte lezer. En ik heb het echt ontdekt als een relax moment. Dus het klopt wel een beetje. Lees jij boeken? Ja, maar dat heeft lang geduurd. Ja, ik wou het hebben over digitaal lezen en lezen van boeken. En Therese Nelissen, haar naam viel net al. Zij is voormalig boekhandelaar, of eigenares van boekhandel Van de Ven in Soest. En ook kinderboeken-expert bij Waanders in Zwolle en bij Broese was je. Ja. En daarna kwam je dus naar Soest. En het onderwerp wat ik vandaag wil bespreken, dat staat in de Soester Courant. Dat is een special. En daar wordt een onderzoek van Erik Scherder aangehaald. En hij zegt, dat is een hoogleraar neuropsychologie. En hij zegt dat kinderen beter leren lezen als ze dat doen van een papieren boek. Ik wou het dus eerst over het lezen hebben. Ja, Therese, ik dacht, nou, jij hebt niet anders gedaan dan, of tenminste heel veel kinderboeken ook verkocht. Papieren boeken in eerste instantie. Hoe sta je daarover? Wat vind jij van die uitspraak? Heeft hij gedaan naar onderzoek natuurlijk? Ja, nou, ik denk dat hij gewoon helemaal gelijk heeft. Dat is heel, heel erg simpel. Kijk, alles wat je doet, hoe meer zintuigen je daarbij gebruikt, hoe beter zich dat vastzet in je brein. Als je een boek in je handen hebt, dan heb je iets tastbaars. Je ziet of iets op de linker- of rechterpagina staat, boven of onderaan. Staat er een plaatje naast of niet? Waar ben ik in het boek? Allemaal dingen die helpen om je een beter beeld te vormen. En het leren lezen is natuurlijk van het spellen, lettertjes, naar een woord herkennen. Want zolang je spellend blijft lezen, kun je niet lekker lezen, is mijn idee. Ja. Ik denk dat ik daar helemaal mee eens ben. Ja. Maar het is dus zo dat hoe meer zintuigen je gebruikt, zeg jij, hoe beter het beklijft in je hoofd. En eigenlijk komt het dan bij je lange termijn geheugen aan. Misschien ja, anders alleen maar bij je korte termijn geheugen. Het legt geheugen. Gewoon spoortjes aan. Het laat sporen achter. En ja. Ieder spoor in je hersenen, ja, dat doet iets. Ja, ik begreep ook van een psycholoog die ik hierover sprak. Die zei dat je meerdere, door meerdere zintuigen te gebruiken, gebruik je ook meerdere hersenhelften. Ja. En daardoor worden die
zou het dan beter worden aangelegd? Ja, dat is zeker zo. Ja. Nou ben ik wel nieuwsgierig naar hoe lees jij? Lees jij digitaal of lees jij boeken? Hoe goed is dat brein van jou aangelegd? Nou, ik heb natuurlijk mijn hele leven lang van papier gelezen. Totdat ik af en toe wat langer op vakantie ging. En geen 8 boeken mee kon nemen in mijn koffer. En toen ben ik gewoon voor het lekkere leeswerk ook overgestapt op digitaal. Ja. Ook omdat wij de e-readers zelf gingen verkopen. En om iets te kunnen verkopen moet je ook zelf weten hoe het werkt. Dat lijkt mij wel, dus, ja. Dus ja, ik lees mijn lekkere leeswerk, mijn detectives, heel veel van de literatuur nog altijd digitaal. Maar ik maak voor een paar soorten boeken echt een uitzondering. Dus een dichtbundel, die wil ik in mijn handen hebben. Die wil ik in mijn kast hebben staan. Die pak je een keer en die leg je weer weg. Mm-hmm. Heel veel kinderboeken. Met name de prentenboeken. Die gebruik ik ook met kinderen bij de Voorlees-Express. En dus die wil ik ook gewoon op de plank hebben. Maar als je dat dan zo hoort, hè, je leest dit zo in de krant over dat onderzoek en het gaat over die digitalisering. Jij hebt natuurlijk een volwassen brein. Ik denk van ja, hè, jullie ook. Dat zit wel geramd. Tot we andere problemen krijgen. Ja. Maar oké. Maar ondertussen is het digitalisering in het klaslokaal enorm toegenomen. Ja. Van de basisschool tot en met de middelbare school. En ook op universiteiten en hogescholen. Scherder pleitte voor dat die fysieke boeken weer terugkeren. Voor een deel, hè, naast het digitaliseringsprogramma. Hoe sta je daar tegenover? Heb jij daar informatie over? Ben erg voor leren van papier. Als ik een tekst tot me moet nemen die ik wil onthouden, dan zie ik het ook liever op papier. Dan kan ik me ik weet ook niet precies wat het is, maar ook dan de herkenning op het blad en zo, dat is beter. Plus bij een digitaal apparaat, een beetje afhankelijk van of je een e-reader hebt of een tablet of zo. Kijk, een tablet nodigt heel erg uit om eventjes een uitstapje te maken naar iets anders. En ja, het is al zo lastig geworden om je langer ergens op te concentreren. Ja. Dus digitale omgeving nodigt meer uit om even wat anders te doen tussendoor. Ja, zeker bij toen mijn zoon 15 jaar was, zeker één druk op de knop. Als hij verrijkingsmateriaal kreeg op school, dan zat hij weer in een interessante game. Maar ik zag jullie ook net enorm knikken. Onthoud je het beter als je het digitaal leest? Ja. Of nee, ik herken dat, want dan ga ik weer printen iets. Dan heb ik een tekst gemaakt en dan lees ik hem en dan denk ik... En pas als ik hem lees, dan zie ik wat er niet goed is of waar het hem in zit. Ja. Dat slaat toch anders op. Want je sprak over die sporen in de hersenen. En dat is gek, want ik ging gelijk terug naar jeugdboeken. Er kwamen ineens jeugdboeken voorbij. En dat bracht me ook wel bij een vraag van hoe belangrijk is dan de ouders? De rol van de ouders en het boek, echt. Weet je wel? Dus digitaal kan je natuurlijk niet omheen, dat is logisch. Maar... Nee, maar wat is er mooier dan als kind opgroeien met tussen de boeken, met je eigen boekenplankje? Ook bij een fysiek boek ervaar je veel meer de rijkdom van wat je allemaal om je heen hebt. Je ziet het staan en als het digitaal is, dan ervaar je het veel minder. En als je een boek in de kast hebt staan, pak je het makkelijker. Zomaar eens een keer. Zo van, nou, ik heb even niks te doen. Weet je, ik pak een boek. Want als je je telefoon of je tablet pakt, dan ga je swipen en doen en van de hop naar haar. Ja. En wat ook het voordeel van papier is, zeker met de programma's, het schrijft makkelijker. Ja, ja. Op een tablet schrijven is niet zo handig. Nee, niet zo... Nee. Het kan wel, er zijn tablets waar je kan schrijven. Ja, maar, klopt. Maar en wat doe jij? Lekker op papier. Ja. Je doet op papier. Ja. En aantekeningen, zo in eerste instantie aan de telefoon zit, doe je dit dan op papier? Of hoe? Ja, het ligt eraan. Als ik aan de telefoon zit, pak ik een papiertje en anders
zet ik het wel gelijk in de contacten. Ja. Maar ik heb wel het gevoel dat als ik dat doe ook, dat print, dat het een ouderwets is. Snap je? Dat mensen, ik heb ook mensen in mijn omgeving die zeggen, waarom doe je dat nou op papier? Waarom neem je dat mee? Je hebt toch digitaal, je hebt toch je telefoon bij je en dan zit ik te vergaderen. En dan heb ik weer mijn papiertjes bij me. Ja, en dat wordt wel bekritiseerd. Ik heb ook gelezen ergens dat er met name in Den Haag bij ministeries er weer ontzettend veel geprint wordt. Ja, ja. Nou ja, ik merk het zelf ook. Als ik dingen alleen maar digitaal doe, dan vergeet ik het sneller. Maar goed, ja, dit kan ook een ander probleem zijn. Maar iets anders, ook over schrijven. Want daar gaat het ook over in de krant. En dat deze meneer Scherder, die pleit ook voor terugkeer van het schrijfblok en het potlood en de pen. En dat kinderen echt voor de fijne motoriek, want ze verliezen de... Ja, een fijne motoriek wordt minder. En ik denk dat dat bijna aansluit bij jouw verhaal van zojuist, hè? Ja, ja. Dat je meerdere... Ja, dat is ook als je met de hand schrijft, dan vorm je een letter. Dus het oefent de fijne motoriek sowieso. Nou, ga maar bij de eerste beste groep 3 juf vragen. Fijne motoriek moeten ze echt veel meer aandacht aan besteden tegenwoordig. Want die ontwikkelen kinderen niet meer vanzelf. En alles wat je met verschillende zintuigen doet, tastzin en zo, plus het vormen van een woord, welke letter komt na welke letter, heeft allemaal effect op hoe je dingen vasthoudt in je hoofd. Ja, en ook als de autocorrectie ontbreekt, dan moet je ook zelf onthouden hoe een woord eruit ziet, hè? Daar trekt niet iedereen zich wat van aan, hoor. Ook niet bij achternamen, heb ik gemerkt. Dus hij pleit ook voor terugkeer van pen en het schrijfblok. Heel goed. Tot en met de universiteiten. Maar goed, heel even nu we toch over lezen et cetera hebben. Heb je nog een aardige boekentip? Of iets, een advies voor ouders die toch hopen dat hun kinderen... Ja, als je wil dat je kind leest, doe het zelf ook, hè. En we moeten toch, Trace, vaker gaan raadplegen, want de slas kan het niet meer. Nou, daar komt misschien nog een klein vervolgje op, maar dat komt later weer. Goed. Dus dat, Nou, ik had nog een laatste uitsmijter, hoor. Hey. Want alle kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek, dat is 1. En een schrijfblok en een pen kost natuurlijk helemaal niks. Dus je kunt ook je kinderen thuis laten schrijven, eventueel. Heel zo goed. Is dat. Ja. Ja. Die hersenen moeten gestimuleerd worden, Jolanda. Nou, ja. Ook niet van ons, hoor. Ja, absoluut. En voortdurend. Dank je wel, hè. Allebei. Dank je wel, Trace. Graag gedaan. Dit is 1 voor 1. Nou, we gaan toch lekker muzikaal afsluiten voordat we naar de column van Piet van Dijk gaan luisteren. Zeeler, hartelijk dank dat jullie er waren. Fantastisch. Heel graag gedaan. Wij zijn allebei dus blij. En volgende keer, als we misschien wat meer en nog meer ruimte hebben, doen we de volle map, zou ik zo zeggen. We houden een oogje op jullie. Breaks my heart to see a dear old friend go down that worn out place again. Do you know the sound of a closing door? Have you heard that sound somewhere before? Do you wonder if she knows you anymore? I wrapped your love around me like a chain, but I never was afraid that it would die. You can dance in a hurricane, but only if you're standing in the eye. Where did you learn to walk? Where did you learn to run away from everything you love? And did you think about
whatever is your pain? Did you think that love's a foolish game? Did you find someone else to take the blame? I wrapped your love around me like a chain, but I never was afraid that it would die. You can dance in a hurricane, but only if you're standing in the eye. You can dance in a hurricane, but only if you're standing in the eye. I am a sturdy soul, and there ain't no shame in lying down in the bed you made. Can you fight the urge to run for another day? You might make it further if you learn to stay. I wrapped your love around me like a chain, but I never was afraid that it would die. You can dance in a hurricane, but only if you're standing in the eye. You can dance in a hurricane, but only if you're standing in the eye. Thank you.